Waterschappen en Rijkswaterstaat willen graag samenwerken, omdat wij echt maximaal willen uitnutten van dat we op de goede manier samen de dingen doen voor onze klanten. Afgelopen jaren is heel veel gedaan en dat zullen we vandaag toch echt weer een stap verder moeten gaan zetten. Maar ook bevestigen en tevreden over zijn dat we dat al gedaan hebben. Ja, wat we nu hebben ingezet is dat we structureel gaan samenwerken op het gebied van vergunningverlening en handhaving. Om daar echt het verschil te maken. En wat ik ook zo mooi vind is dat we nu samen bezig zijn om kwaliteitscriteria met elkaar te bepalen. En daarmee kun je je wel profileren en op de kaart zetten als waterautoriteit van Nederland. En daar ben ik ontzettend trots op. En dat maakt het leuk dat je aan de ene kant onder dezelfde wetgeving valt. Dus heel veel dingen op dezelfde manier kan doen, samen met elkaar. En aan de andere kant moet je altijd oog houden voor de verschillen in de infrastructuur die je beheerst en in de verschillen in de organisaties. Juist die verschillen maken het interessant om met elkaar samen te werken. Wat ik zo mooi vind, en dat is eigenlijk altijd mijn streven in samenwerking, is dat je die bril van een ander opzet. Hè? Samenwerken moet geen doel op zich zijn, maar je moet wel de belangen van een ander ook zien. En dat kan het beste als je de bril van een ander een keer opzet. Kijk eens door die ogen, kijk eens door die bril naar de wereld en dan zie je hele mooie dingen en dingen die je misschien anders niet had gezien. We gaan binnenkort als Rijkswaterstaat en 7 waterschappen gaan we over met z'n allen op 1 ICT-platform. Ja, dan kun je straks met elkaar in een virtuele omgeving in 1 zaakdossier werken. Dus dat geeft weer hele nieuwe kansen om die samenwerking nog weer slimmer en leuker te doen. We hebben te maken met klimaatverandering. We zien dat de zeespiegel stijgt en die waterschappen die zijn daar heel belangrijk voor. Die zijn belangrijk om Nederland klimaatproof te maken. En daar is Rijkswaterstaat ook heel erg belangrijk voor. En samen kunnen we daarin verschil maken. Iedereen moet beseffen, ook als je bij Rijkswaterstaat of de waterschappen werkt, dat wat je doet echt cruciaal is voor de BV Nederland. Kijk, de BV Nederland is er ook bij gebaat dat we de kennis en expertise van Rijkswaterstaat, maar ook van de waterschappen en vooral de combinatie van die twee, uitnutten in het buitenland. Dat zie je als er ergens problemen zijn in New Orleans. Dan wordt er direct naar ons gebeld. Fenomenen als afstemming, mensen erop afsturen, pompen erop afsturen, dat doen we met elkaar graag en goed. En dat wordt in het buitenland ook enorm gewaardeerd.